Beste studenten, welkom terug bij Design Engineering for Physici. Welkom terug bij DEF. Zoals ik afgelopen maandag en woensdag in het college al aangekondigd heb, maken we deze ene keer, de eerste keer, het college voor maandag eerder beschikbaar. Dat doen we vanwege het weer. Als ik hier naar buiten kijk, dan is het weer gaan sneeuwen. Veel van jullie zullen het laatste weekend winterweer, zoals de voorspelling nu is, gebruiken om lekker naar buiten te gaan en te gaan schaatsen. En als je dat wil, moet je dat vooral doen. Maar sommige van jullie zullen misschien meer zoals ik denken, ja, kou, ik blijf lekker binnen en ga mooie dingen knutselen. Als je wil, kan je dus alvast het college volgen en aan de opdracht beginnen die erbij zit. Dat hoeft natuurlijk niet. De 4 uur die ervoor staan op maandagochtend zijn genoeg om dit gewoon goed te kunnen doen. Als je dat wel wil, het college staat op College Rama en is, net als vele van de colleges voor dit vak, vorig jaar al opgenomen. En dat betekent dat ik bij een aantal van die colleges even een kort videootje moet maken zoals deze om uit te leggen als er verschillen zijn tussen vorig jaar en dit jaar. Want die zijn er soms. In het geval van het college van aanstaande maandag, dat gaat over introductie Arduino, zijn er 2 grote verschillen. Het eerste grote verschil is dat ik het in het college regelmatig heb over het college wat daarna komt, over hoe computers werken. Dat college komt dit jaar te vervallen. Dat wordt vervangen door een college over fabricagetechnieken, waarin we jullie gaan leren over dingen als 3D printen en lasersnijden, en waar jullie zelf ook een lasersnijontwerp gaan maken. Het is nog steeds, vind ik zelf, een erg interessant college. Het begint bij hoe werkt een transistor en het eindigt met hoe werkt Fortnite. Ik zal de link daarvan naar het college van vorig jaar wel online zetten, maar dat is expliciet geen tentamenmateriaal, zet ik er ook bij. Als je het leuk vindt, kan je het kijken, maar het hoort dit jaar niet bij het vak. Dat is het eerste grote verschil. Dat college vervalt, dus de verwijzingen die ik daarna maak in het college van aanstaande maandag, kan je vergeten. Het tweede grote verschil, zoals ik ook al afgelopen maandag en woensdag bij de kick-off dag verteld heb, is dat we dit jaar niet werken met een Arduino Uno, maar met een Arduino Nano. En ik wil in deze video even het verschil laten zien. In de opdracht die jullie gaan doen, staan de schakelingen zowel voor de Arduino Uno als de Arduino Nano uitgelegd. Dus daar zou je mee aan de slag moeten kunnen. Oké, dit is ook een mooie test voor mij om even te kijken of de 2 camera setup met mijn webcam hier, zodat we naar mijn bureau kunnen kijken, of dat een beetje werkt. Dit is de klassieke Arduino Uno. Ja, zoals die door het bedrijf Arduino gemaakt wordt. En als je die uit zijn verpakking haalt, dan zie je dat daar een grote chip op zit. En een zootje pinnen. Een dikke USB-poort. En een voedingspoort. Als je een Arduino Uno aansluit op USB, dan trekt hij daar zijn voeding vandaan. Mocht je ermee aan de gang gaan, ooit. Dus nooit allebei tegelijk. Nu snap je trouwens wel waarom er zo'n soort plug zat in de starter kit. Want dan kan je dus een keer je Arduino aansluiten zonder dat de USB aangesloten zit. Dat vervalt omdat we zijn overgestapt. De pinnen die je hier ziet, die verbind je normaal gesproken met breadboard wires aan een breadboard. We hebben dat al voorgedaan in de kick-off, maar dan bij de Nano bijvoorbeeld. Als ik de ground hier en de 5 volt hier wil gebruiken om bijvoorbeeld een ledje aan te sluiten. Nou, dan moet ik een klein schakelingetje maken waarbij een ledje netjes aangesloten zit. Dus daar heb ik een weerstand voor nodig. En de min moet naar deze kant. Ik heb het wel eens netter gedaan, maar dit is een voorbeeld van hoe je een schakeling kan maken met een Arduino Uno. Als ik diezelfde schakeling wil maken met een Nano, die jullie hebben, moet ik dus een Nano in een breadboard prikken. Ik heb een wat groter breadboard, ik had niet 2 dezelfde meer liggen. Nooit zo, altijd zo, zodat je bij de USB kan, zoals ik in het kick-off college zei, recht omlaag erin duwen. Je hoort mij ouw zeggen, dat komt omdat de puntjes nu in mijn vingers staan. De eerste keer kan het altijd even zijn dat je hem wat harder aan moet duwen. En dit keer gaat het er dus om dat je de pinnen die hier zit verbindt met je schakeling. En dit zijn dezelfde pinnen als op de Uno. Kleine uitzondering. Deze heeft pin A6 en A7. Dat betekent dat hij meer analoge ingangen heeft dan deze. Hier lopen de analoge pinnen van A0 tot en met A5. Nou, als ik dezelfde schakeling wil maken, zoek ik weer de 5 volt op. Die zit in dit geval hier. Dus dan prik ik hem ernaast. Nu is dit met 5 volt verbonden. Gaat dat naar de pluskant van mijn schakeling. Ik heb hier een ground. Gaat dat naar de minkant van mijn schakeling. En als ik dit nu stroom zou geven, dan zou het lampje aan moeten gaan.
USB. LED aan. En hetzelfde geldt voor die Arduino. Wat doen we hier fout? Klassieke fout? Misschien wel, of is het ledje gewoon stuk? Klassieke fout, ledje verkeerd om. Dus, zelfde schakeling op allebei. Omdat ze praktisch gelijk zijn, kan je alle opdrachten die we vorig jaar met deze gedaan hebben, ook met deze doen. Ik zeg met deze gedaan hebben, dat is niet helemaal waar. Studenten die het vorig jaar gedaan hebben, hebben deze gekregen. Dit is de Nibble van Velleman, is een kloon van de Arduino. Maar kan precies hetzelfde, heeft een paar extra ledjes die verder niet nodig zijn. Dus er zijn een paar studenten die vorig jaar het vak begonnen zijn, die hebben deze thuis. Ik had het er in het college over dat Arduino open source hardware is. Dat betekent dat iedereen erop door kan bouwen. Ja, er is dus een hele verzameling aan dit soort dingen. Dit is een nano van Arduino zelf, terwijl dit een nano is van Velleman. Dan zie je dat dat in principe bijna hetzelfde ding is. Maar er zijn ook bedrijven die zeggen, hey, dit is een leuk idee. We nemen hetzelfde idee, maar we maken het toegepast op één specifieke toepassing. Bijvoorbeeld, dit is de Trinket van Adafruit. En dat is, die kan je ook via de Arduino software programmeren. Hij is een heel stuk kleiner en daardoor neemt hij veel minder stroom dan een Nano of een Uno. En deze zit bijvoorbeeld in het skateboard die ik liet zien. Nog een stapje kleiner. Hier zit een hele kleine chip maar op die je nog steeds kan programmeren met de Arduino software. En zoals je hieraan kan zien, kan deze in één keer in je USB-poort. Heb je geen kabels meer nodig om te programmeren. Deze is van het bedrijf Particle en die heeft een GSM-chip aan boord. Je kan hier een simkaart in doen en dan kan deze gewoon via het GSM-netwerk communiceren. Kan ik hem dus voor mijn onderzoekswerk, zit deze verstopt in die drijvers die ik had in Myanmar in de rivier. En tenslotte een wat grotere, deze hebben, kennen sommigen misschien, dit is een Raspberry Pi. Toen de Arduino succes was, was er een organisatie in Engeland die dacht, nou als dat kan, misschien kunnen we het nog één stapje groter. Dit is voor, uit mijn hoofd, €30, een volwaardige computer. Hier zit een SD-kaart in waar het voor Linux besturingssysteem op staat. Je kan hier verbinden met het netwerk, USB-poorten, HDMI-uitgang. Via die USB kan je dus een toetsenbord en een muis aansluiten. Dan heb je een volwaardige computer, maar je kan hem ook in een apparaat verwerken. Omdat dit een volwaardige computer is en omdat deze chip een stuk sterker is dan wat je op je Arduino hebt, kan je hier hele coole dingen mee doen. Hij trekt natuurlijk wel iets meer stroom. Het mooie hiervan is ook, omdat er een volwaardige Linux-computer is, kan je gewoon Python opdraaien. Ja, dus dit is een beetje de verzameling. In deze video heb ik even heel kort stilgestaan bij het verschil tussen de Arduino Uno, wat een beetje de industrie standaard is, en de Nano die jullie hebben. En ik heb erbij stilgestaan dat ik nu alvast het college beschikbaar ga maken, zodat je als je wil in het weekend alvast aan de slag kan gaan. Als je dat niet wil, dan kan je ook gewoon maandagochtend het college opstarten. Vergeet elke verwijzing die ik in het college maak naar het college van volgende week. Dat college vervalt. Niet het college van volgende week vervalt. Het college van vorig jaar is een ander dan dit jaar. Heel veel plezier dit weekend. Of je nou naar buiten gaat, of met het vak aan de slag gaat, of iets heel anders gaat doen. Sowieso een goed weekend. Maandag zijn wij online om te helpen met de opdracht die je moet inleveren. Zorg ervoor dat je op tijd je opdracht inlevert op Brightspace. Je moet hem succesvol gedaan hebben om woensdag mee te kunnen doen aan de ontwerpopdrachten. Heel fijn weekend en tot maandag online.